Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 21 april. Het is een prachtige lentedag vandaag met flink wat zon en nauwelijks bewolking. Alleen in het zuiden zijn er af en toe wat wolkensluiers die voorbij schuiven. Die hogere bewolking die kruipt langzaam maar zeker wel meer naar het noorden. En dat betekent dat we vanavond op meer plaatsen die hoge bewolking gaan zien. Maar in de zon is de temperatuur flink opgelopen. In het zuidoosten van het land is het zo'n 17 tot 18 graden geworden. In de wadden is het het meest fris, daar zo'n 10 tot 11 graden. Dat heeft allemaal te maken met de noordoostenwind die er staat. Zoals gezegd, vanavond zijn er ook brede opklaringen. Maar vanuit het zuiden komt dan wel wat meer hoge bewolking binnenschuiven. Het gaat allemaal erg langzaam en mogelijk ziet het plaatje er vanavond er nog wel wat positiever uit dan wat u hier op het scherm ziet. temperatuur daalt in ieder geval naar zo'n 9 tot 13 graden. Vannacht komen de minima in het oosten uit zo rond de 2 graden. In het zuiden, waar meer bewolking aanwezig is, is het een graad of 7. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. En dan morgen overdag, nou dan blijft het wel overal droog, maar vanuit het zuiden gaat de bewolking wel verder toenemen. Met name in het noorden en ook nog wel in het midden van het land schijnt in de ochtend de zon. De temperatuur die komt al een stuk lager uit, het wordt maximaal zo'n 10 tot 13 graden. Het is morgen eigenlijk een soort overgangsdag, want we gaan naar een koud en wisselvallig weerbeeld toe. En dat zien we al in het weekeinde. Maximumtemperaturen dan zo rond de 8 of 9 graden en dan vallen een fikselt naar buien. Met name op zondag kan het buiig zijn en sommige buien kunnen dan gepaard gaan met hagel en onweer. De wind die waait uit het noorden of noordwesten en is matig tot vrij krachtig. En ook begin volgende week komt er nog weinig verandering in het weerbeeld. Het blijft bijzonder fris voor de tijd van het jaar met temperaturen zo rond de 8 graden. Normaal mag het toch wel zo'n 14 tot 15 graden zijn. Pas aan het eind van de week zien we dat de temperatuur langzaam weer iets omhoog gaat. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.